Zo, ik wou jou even wat privés vragen. Dat kan. Mag dat strakjes? Want ik wil eerst weten wat jij er uit je boordje hebt hangen. Oh, dat is mijn medaille. Oh. Staat daar nou op? Kijk maar eens. Heilige Genesius geleidt mijn carrière. Wie is Genesius? Weet je dat niet? Geen idee. Dat is de beschermheilige van de toneelmens. Oh, wat een onzin. Hoe bedoel je wat een onzin? Nou, dat is helemaal geen onzin. Ik geloof erin. Oh, hij beschermt. Hij beschermt. Ook tegen de sof? Nou ja, tegen de sof. Ik ga natuurlijk niet bidden Genesius maken dat ik vanavond succes heb. Want die man die roept toch niet uit de hemel toi, toi, toi. Waar beschermt hij je dan tegen? Hij beschermt tegen lichamelijk letsel op het toneel. Oh ja, lichamelijk letsel op toneel? Ja. Wat voor lichamelijk letsel op toneel? Nou, als je nog even blijft trekken, moet ik hem aanroepen. Oh, nee, maar. Er kan toch van alles gebeuren, jongen? Zo, joh. Je kunt toch achter het toneel struiken over kostuumkisten? Daar liggen leidingen, daar staan brandweer. We staan hier onder een brandscherm. Weet je wat mij is overkomen met een artiest waarvan ik de naam niet kan noemen... omdat het seksgeiken maar was? Ik sta naast seks. Wat sta je te doen? Hij staat te praten in de zaal. Ik kijk naar boven. Ik zie ineens dat er zo'n balk naar beneden komt, joh. Nee. Ik spring achteruit. Ik bid nog gauw, Genesius, red mij. En toen? Kwam je op het hoofd van seks. Ja. En als hij nou eerder achteruit gesprongen was en geroepen had. Seks, maar zijn dominees zoon, die geloven niet aan de heilige. Dus dat is sowieso verloren werk. Ach ja, natuurlijk. Ja, dat is waar. Maar moet je luisteren, ik ben Rooms opgevoed. Ben je Rooms? Dus even... Alsjeblieft, nou werken we 2 jaar samen. Dan gaat hij me vertellen dat hij Rooms is. Ben je Rooms? Ja. Ach, joh, daar zie je helemaal niet naar uit, joh. Hoezo? Nou, ik weet niet. Je hebt helemaal geen vernukkeratief gezichtje. Nee, ben je Rooms? Ja, joh, ben Rooms. Wonderlijk. Ja, ik ben ook Rooms. Ben jij ook? Ja, ik ben ook Rooms. Zijn allebei Rooms. Maar moet je luisteren, ik mag dus eventueel wel. Jij mag wel wat? Nou ja, geneesjes aanroepen en zo. Ja, natuurlijk. Luister eens even, ik ben wat conservatief. Handen vouwen, ogen dicht naar boven kijken. Niet wat wij vroeger deden, in de vaste wastafel plassen, je tanden poetsen en gelijk je avondgebed zeggen. Dat kan niet meer tegenwoordig. Verrek zeg, moet je daar eens even zien? Er zit een vogel op die lichtbak. Een vogel? Nee, eerlijk, een vogel. Ben je nog gek, joh? Ja, joh, een vogel in een theater? Ja, joh, er zit een vogel. Gaat dan weg. Jan Nippels! Jan Nippels woont buiten, die weet wel of het een vogel is. Nee, is dat een vogel? Ja, natuurlijk. Wat is het voor een vogel, Jan? Een lijster. Een lijster? Ah, Genesius, red mij. Hij gaat verdamme nog. Echt iets voor een lijster? Ja, skijtlijster zou je bedoelen. Helemaal niet leuk. En als ik nou weer een groepen had en jij wat dan? Dat was tussen ons ingevallen. Oh, kijk, als alle heiligen weten dat wij Rooms zijn. Die weten dat wij Willem heten. Die weten dat we kreeften zijn. Ik weet ineens wat ik vragen wil. Heb jij buitenlands bloed? Nee. Loop eens een stukje. Waarom? Ik wou het Hully even laten zien. Loop eens een stukje. Kijk eens even. Nou, je kunt zeggen wat je wil. Dat is toch iets buitenlands. Ik ben ook zo'n hufter. Die moet je mij zien lopen. Nou, ben ik maar een neef van boer Koekoek. Dat scheelt. Joh, je hebt een charme, dat weet je. Ja, prachtig. Frans, dacht ik. Nee. Ben je niet Frans? Nee. Duits? Nee. Engels? Nee. Steno? Nee. Type? Hè? Nee. Nee, maar je hebt wel gelijk. Ik ben in het buitenland geboren. Geboren, alsjeblieft. Dus ik kom van over de grens. Ja. Zeg, wil jij weten in welk land ik geboren ben? Ja. Doe ik mijn nationale volksdans. Een volksdans, hoor. Dat weet ik direct. Daar Hier. Gaan wij dan. Ik loop eens langs de... Nee, nog niet, ja? Nee. Ik ga eerst even die volksdans doen. Okay. Volksdans, ja? Ik zie het al. Zweeds. Zweeds? Hoezo? Ja, nou, in Zweden heb je toch met kerstmis van die jullen die om de boom dansen. Ja, van jullen die dansen om de boom. En zo te zien vond ik jou een enorme jul. Dus ik... Nee? Nee, kijk nog maar eens even verder. Let vooral op de soep. Spaans. Nee, jongen, dat gaat met lawaai en zo. Weet je wat, ik help je nog verder. Ja? Ik zal nu met mijn accent praten, oké? Goed, goed. Ik praat met mijn accent, ja? Je kijkt naar mijn tandak en je weet. Goed, ja, weet. Oké, daar gaan wij. Ik loop eens langs de Kali, ik hoor tjaplok, tjaplok. Wat hoor je? Tjaplok, tjaplok. Niet? Ja. Ik denk daar zwemt een kikker, wat doe orang tjabok? Ja. Oh, ik hoor het al, je bent Jiddisch. Ah! Nee? Ja, nou, je lijkt sprekend op Max Tejeur. Nee, nee. Ik verdomme, dat is niet waar. Het zag er zo uit. Ik loop eens langs de Kali. Nee? Nee, kijk nog maar eens verder. Pisang goreng, je weet. Nee. Niet? Nee. Pantat goyang goyang. Nee. Nee? Nee. Dan vooruit dan. Nasi ramen speciaal. Oh, je komt uit een restaurant. Nee. Louis Couperus, hij was daar ook, ja. Louis Couperus was er ook. Waar was hij ook? Daar. Oh, daar. In Den Haag. Kom je uit Den Haag? Nee. Ik kom uit de gordel van Smaragd. De gordel van? De gordel van Smaragd. Smaragd? Ha-ha. Een gordel? Ha-ha. Wat deed jouw moeder dan? De gordel van uit Insulinde. Kom jij uit Indonesië? Batul. Is het verachtig, Willem? Kom jij uit ons oude Indië? Ik zeg toch ja. Ach, zou jij dan misschien brandend zand nog eens willen zingen?
Dames en heren, alle gekken op een stokje. We gaan voor u zingen. Liedjes.